De winnaar van gisteren, Luca Piebernik. Een hele jonge renner. Ludo? Hij heeft een mooie sprint gereden. En ja, het was toch tof om te zien hoe dat de vijf vluchters nog vooruit blijven. En het peloton, ja, ze hadden ook verkeerd ingeschat. Maar ze hadden wel het voordeel, de vluchters, dat het een technische finale was. Heel veel bochtenwerk. Hij had het andersom geweest, nog hele grote en rechte banen naar de aankomst. Ja, dan hadden ze eraan geweest. Maar ze hebben toch voor kunnen blijven. En dan is de sprint tussen die vijf jongens en het peloton kwam te laat. Ja, ik baalde een beetje, want Berden de Vries van Roompot Oranje Peloton zat er ook bij. Maar wat heeft hij fout gedaan, Henk? Nou, een beetje te onbezonnen op kop gereden. Je moet wel je eigen krachten kennen. En zorgen dat je op laatst wat over hebt. Maar in ieder geval niet op die klimmetjes nog moeten lossen. Ja, dat is niet tactisch, niet slim. En zo jong is hij volgens mij ook niet meer. Maar dit is wel een harde les voor hem. En, maar ja, die kans krijgt hij niet zomaar weer. En wat ik eigenlijk vind, dat de sprintersploegen, Lotto Soudal en Lotto Jumbo, ja, je hebt een man mee, die kunnen gisteren dus winnen. En dan zie je dat ze eigenlijk niet rijden. Dat Tony Martin nog een keer iets wil. En de rest, die zitten maar te zitten. En ik snap wel dat er bochten zijn. Maar je moet gewoon van voren zitten en je sprinter afzetten. Wordt gewoon niet gedaan en het is te veel pokeren. En die anderen knappen het wel op. Ik vind het mooi dat die ontsnapping wegblijft. En dat is een goede les. Ja, vandaag wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Een mega zware etappe. Een kleine 200 kilometer met maar liefst 17 beklimmingen, Ludo. Het zal moeilijk zijn voor Sagan ook, voor toch die seconde nog dicht te krijgen. Wat denk jij, Henk? Ja, gisteren was zijn kans geweest. En wanneer het een massasprint was geworden, had Sagan nog wat terug kunnen pakken. Nu wordt het een moeilijk verhaal vandaag. Heel moeilijk. Maar ja, dat maakt voor de ronde het alleen maar mooier. We hebben een hele spannende finale gaan we tegemoet. En daar is de hele ronde eigenlijk op gebaseerd. In de hoop dat het op de laatste dag beslist gaat worden. En dat gaat het ook. Ik hoop wel dat er nog iemand uit de achterhoede iets meer ruimte krijgt dan dat ze verwacht hadden. En dat ze toch nog een beetje nerveus beginnen te worden. Nou, over een paar uur zullen we het weten wie de Eneco Tour 2016 gaat winnen.